Jongens, 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 jongens. Voor iedereen die het gemist heeft, welkom bij een nieuwe Simon Says. Het is dinsdagmiddag. Voor iedereen die het gemist heeft, gisteren maakte ik kennis met een ongehoord staaltje ongesteldheid. De hele wereld stond op zijn kop. 116 reacties. Iedereen boos. En ik heb de hele dag zitten denken, vandaag en gisteren, moet ik hier morgen nou echt nog op ingaan? En ik dacht van, ik wil het over iets hebben en ik wil het er graag over hebben. En dat ga ik zo doen. Maar toen dacht ik van de andere kant, weet je, kan ook niet... Laten schieten wat er gisteren gebeurd is. Want wat gebeurde er? Ik had gisteren een vlog opgenomen waarin ik zei dat ik 15 of 20 minuten van de order 1866 of 1886, anyways, die game dus had gespeeld, waar iedereen op zat te wachten. En ik zei van, nou, dat kwartier, die 20 minuten die ik gespeeld heb, waren echt best wel tam. Er was geen flikker aan. En ineens waren jullie allemaal boos. En met allemaal bedoel ik veel van jullie, in ieder geval getuigen. Alle comments van iedereen die boos werd over negatief zijn over games voordat ze uit zijn. En dat soort dingen. En een hoop mensen die dachten dat ik meteen zei dat ik de order helemaal afschreef. En daar stond er natuurlijk een kopje, was er boven gezet, die ik nooit zelf maak. Wat een beetje de indruk zou kunnen wekken eventueel, dat de hele game meteen naar mij afgeschreven werd. Maar iedereen die wel de tijd en moeite had genomen de video te kijken, weet dat de zaken iets genuanceerder lagen. Alleen wat ik niet snapte was... Ik heb nog nooit zoiets gezien in een van mijn vlogs dat iedereen zo fucking pissig werd, omdat ik zei dat een game niet oké werd, weet je. En ik heb niemand gehoord als ik zeg van, wow, Dragon Age Origins, of Dragon Age 3 Inquisition, kan niet wachten op die game, wordt zo vet, ik weet het zeker. Niemand zei van, Simon, wil je alsjeblieft niet meer games ophemelen voordat ze uitkomen, alsjeblieft. Nooit. Dan zijn we voor de helft out of a job. Als we geen previews mogen doen. Als we niet meer mogen zeggen wat we van een stuk game vonden. En ik kan me ook niet voorstellen dat jullie dat hele principe heel erg vervelend vinden. Van een game die nog niet uit is. Op hemel of afkraken. Dus ik had zitten nadenken, wat kan het zijn? En op een of andere manier is het dus denk ik zo dat je niet games mag afkraken waar je iemand op zit te wachten. Is dat het misschien? Dat zou kunnen, want ik kan me niks anders voorstellen waarom je anders helemaal over de vlos heen zou gaan. Om een stukje game van 15 minuten wat iemand kut vindt. Wat je vervolgens zelf gaat zitten kijken. Maar dat is dus precies wat er gebeurde gisteren. En voor iedereen die helemaal in de comments zou... Hey Simon, trek je niet aan? Nee, natuurlijk trek ik me niet aan. Ik wil alleen één fucking ding wat ik wel gezegd hebben. Je kunt echt best wel rechtstreeks uit je bed stappen en een vlog opnemen. Iemand fucking zei het. Ga je haarkamer, zei hij. Je kunt niet uit bed stappen en een vlog opnemen. Ooit ga ik het tegendeel bewijzen. Niet vandaag. Kijk maar, fucken. Ik heb hem gewoon fucking aangedaan. En het zit goed. En ik kom niet net naar bed, want het is laat in de middag. Ik heb wel op de bank gelegen vandaag. Zeg ik eerlijk. Anyways, laten we dat allemaal achter ons. We gaan het er niet meer over hebben, want vandaag, ik had het al beloofd, iets positiefs. En het positieve kwam eigenlijk, ik denk gisteren of vanochtend, tot me. Ik zag iets op een site. En ik weet niet eens welke, misschien was het InstaGamer. Maar anyways, er stond dus dat bij Games for Gold of zo, dat is zeg maar de Xbox Live variant van PlayStation Plus. Iedereen die Xbox Live heeft mag maandelijks een soort van gratis games downloaden. En op Xbox One is dat deze maand Day 4, oftewel Dark Dreams Don't Die. En dat is een zwaar hypergestileerde adventure. Het komt van... Godverdomme, moet ik zijn naam goed zeggen. Volgens mij is het Sferi... Ik weet niet eens hoe je het uitspreekt, joh. Sferi 64, denk ik dat is. Het is in ieder geval de guy, ik ben het nu aan het opzoeken. Als je afvraagt waarom ik ineens heel raar zit te kijken. Ja, het komt van de guy van achter Deadly Premonition. Wacht, ik moet even goed googlen. Dan weet ik zeker dat ik zijn naam goed zeg. Sferi 65 is het, natuurlijk. Kan het ook anders. Anyways, die guy heeft Deadly Premonition gemaakt. Red Seeds Profile heet die game in Japan. En die game, ik ben daar lijp van. En iedereen die mij een beetje kent, die weet ik van horror games hou. En Deadly Premonition is voor mij een van de ultieme horror games. Omdat het soort van, het is heftig Twin Peaks. Het is meer Twin Peaks dan Alan Wake. Het is echt Twin Peaks, maar dan overgoten met... Een soort van Japanse weirdheid, zonder dat het echt Japans wordt, terwijl het wel echt fucking Japans bizar is, als je nog begrijpt wat ik bedoel. Het is een soort hoofdpersonage wat de hele tijd in zichzelf praat, of toch niet? Of heeft hij tegen iemand, heeft hij iets soort van tegen een stem in zijn hoofd? Ziet hij ook iemand die er niet is? Allemaal weirde shit. Misschien dat ik even zo'n trailertje hier nu ga neergooien met allerlei weird-ass beelden erin. Het is in ieder geval echt een soort fantastische game die echt heel veel kut dingen heeft, zoals de gameplay. Je hebt een soort van horrorstukken waarbij je door gangen heen gaat. En dat is echt helemaal kut.
En het ziet er ook niet echt super vet uit. Alleen dan heb je ook van die stukken. Dan zit je in een dorp en daar rij je doorheen. En als je gewoon in de auto blijft zitten, dan zit echt uren, letterlijk, er zit uren aan dialoog in. Of monoloog, net hoe je het wil. Van het hoofdpersonage met zijn denkbeeldige vriend. Of wat dan ook. Ik ga dat niet spoilen of zo. Maar er zit uren aan monoloog in. Dus dat hij praat over oude films, weet je wel. Volgens mij Little Pet Shop of Horrors of zo heeft hij het dan over. En over allemaal andere films. Die Sverry is een beetje een nieuwe generatie Suda 51. En Suda 51 kennen we natuurlijk van No More Heroes, Killer is Dead. Hoe heet die ene game die vorig jaar ook al uitkwam, die ik heel tof vond. Iets met The Moon, ben het even kwijt. Anyways, Suda 51 is altijd een beetje, voor mijn smaak, net iets te weird geweest. Weet je wel, ook als je Killer 7 hebt gespeeld en die ene game ook nu even niet opkom. Hij heeft ook de longest hour. Oké, ik ben gewoon helemaal, ik moet wakker worden. Welke titels heb ik het allemaal over? Rangoku, Huppeldepup, ik ga het ook googlen. Dat is wel fijn dat ik meteen achter mijn laptop op aan het nemen ben. Het was een soort van kunstproject in ieder geval met korte manga films en Gucci. Suda mocht er ook een soort korte film in maken. Maar in plaats van een film maakte hij dus een game. En die game heette, ik ga het nu hier helemaal terugvinden, Short Piece Ranko Tsukigimi's Longest Day. Oké, jullie mogen me best wel vergeven dat ik die eventjes vergeten was. Anyways, Suda is voor mijn smaak altijd een beetje net zo van, oh, ik vind het fucking dope dat ze weird is. En we zijn erover, weet je wel. En die Sferry 65, wat hij deed in Deadly Premonition, daar ben ik echt verliefd op geworden. Alleen ik kan niet zeggen, ik ben ook een fan van die game, dat het de enige game is die ik ken. Maar nu heb ik dus vanochtend Xbox Live aangeschaft. Ik heb Day 4, oftewel Dark Dreams Don't Die gedownload. En ik heb de eerste, nou niet eens, ik heb de prolog gespeeld. En ik ben zo ongelooflijk hooked. Maar ken je dat en ik heb het echt al een tijdje mee gehad bij games. Dat ik zo, dat je iets gaat spelen. En dan vanaf het eerste moment, bam. Dan zit je er zo knetertje hard in, zeg maar. En ik heb heel vaak laatst uit de commissie ook. Omdat ik zelf natuurlijk heel veel games speel. En er komen heel veel games. Liggen hier elke dag op de deurmat. En dan ga ik spelen. En dan uiteindelijk vind ik ze wel vet of vind ze niet vet. Maar het is natuurlijk wel het zeg maar het inkomen, het starten van nieuwe games is altijd een beetje zo'n momentje zo van, ah, weet je, vind ik hem wel of niet tof. Ik had hetzelfde met Sunset Overdrive bijvoorbeeld, die ik uiteindelijk super vet vond. Jullie maar recensie kunnen lezen op Inside Gamer ergens in november of zo. Alleen ook daar het eerste uur, ik dacht van, ja, pak me niet echt. En het is echt, ik vind het een zeldzame kwaliteit van een game als je meteen te pakken heeft. En deze motherfucking Dark Dreams Don't Die heeft dat zo doet dat, heeft dat nu al gedaan, man. De game staat nu klaar, weet je. Zodra ik deze laptop dicht tik, dan ga ik weer knijtertje hard verder. Het gaat, ik wil hem ook even toelichten. Dat is ook een ding, want ik denk dat een hele hoop mensen hem gemist hebben. Volgens mij is hij voor 20 piek of zo te downloaden. Maar als je dus Xbox Live Gold hebt, wat elke motherfucker met een Xbox heeft, en heeft een Xbox One, dan moet je hem zeker downloaden, want hij is gratis. Maar anyways, het is een soort van detective. En het gaat dus over David Young. Die zijn vrouw verloren is. Ik kan trouwens ook niet spoilen, want ik heb net de prolog achter de rug. Maar anyways, de premise is dus David Young, hij is zijn vrouw verloren. Hij kan een soort van met memento's kan die, naar andere plekken, denk ik, heb ik het idee. Kan in ieder geval dingen uit opmaken als hij een cadeautje van iemand heeft of zo. En dan gaat hij daar allemaal hints uit pakken. Ik weet niet precies hoe het gaat. Ik ben in ieder geval fucking psyched om dat helemaal goed te gaan proberen. Ik heb nu alleen eens de prolog gedaan. En dat begint als een soort van, ja, bijna, het heeft iets weg van een Telltale game, maar dat komt denk ik meer vanwege de stijl. Het doet me bijvoorbeeld heel erg denken qua stijl aan The Wolf Among Us, wat echt weer iets heel anders is. Maar je loopt dus gewoon rond en je kijkt rond en het is eigenlijk voor Kinect bedoeld, alleen je moet meteen, ja, ik kan me niet voorstellen dat iemand Kinect nog aangesloten heeft. Kinect is natuurlijk nooit iets goeds uit voortgekomen buiten Child of Eden. Dus je kunt gewoon met controle spelen en het is een beetje stroeve besturing, het is een beetje een trage, zeg maar, als je ergens staat en je wil een klein beetje naar links of naar rechts kijken, dan moet je echt zo de right bumper of left bumper echt helemaal indrukken en dan een halve seconde later gaat hij zo kijken en het is niet helemaal oké hoe die speelt. Maar ja, fuck dat. De sfeer is fucking awesome. En het speelt zich af in Boston. Je bent dus een detective in Boston en er zit een punt in die proloog en letterlijk, ik heb het over een half uurtje gameplay, weet je wel. En er zit een punt in die proloog en ik was aan het spelen en ik zat erin en ik wist van, er zit een soort rare nasmaak in deze game die perfect is. Zoals Deadly Premonition een fucking hele nare nasmaak is, die hele game van begin tot eind. Ik had deze game en je begint
En langzaam maar zeker ga je door je huis heen en je pakt spulletjes op. En hij vertelt zeg maar over zijn overleden vrouw en wat het ding is met die overleden vrouw. Hoe het een beetje gebeurd is en langzaam maar zeker puur juist stukjes bij elkaar. En als ik zeg langzaam maar zeker, dan bedoel ik een kwartiertje. Want toen was de opzet van de game wel duidelijk. Maar ik was zo ingetrokken, het was zo heftig vet. Het was echt dat je zegt... Weet je, ik zit erin, ik wil nu aan de slag, ik wil die moord oplossen, ik wil getuigen over horen, ik wil leads achterna, ja, noem het dan maar op. En de deur rammelt en ik maak de deur open en ik word besprongen door een chick in een soort van Baywatch-achtig zwembad, zwempak, maar dan in het zwart. En met een muis, een dode muis in de mond en een grote strik op haar hoofd. En die springt naar je toe en die gooit dingen naar je toe en het blijkt een soort van je kat te zijn, maar het is wel een vrouw. En ze heet Amanda en dan zegt hij, ah, dit is Amanda. En ja, op een dag stond ze hier ineens voor de deur. En soms brengt ze eten mee. En ja, ik weet eigenlijk ook niet wat het is, maar dat is dus de deal. En dan ineens zit er een soort van katvrouw. Ze ziet niet uit als een kat, ze is gewoon echt een mens, weet je wel. Alleen ze draagt zich als een kat, ze praat ook niet, ze miauwt. Dat is shit. En toen dacht ik, dit is zo fucking weird. And I love it. En ik vind het zo tof dat deze guys gewoon kans krijgen... om spellen te maken. Ook Suda, die voor mij, wat ik zeg, weet je, vaak erop en er ook over is, jammer genoeg. Ik ben blij dat die mannen games mogen maken, man. Ik vind het zo tof. En ik wil wel even gezegd hebben, trouwens, voordat jullie mij verkeerd begrijpen, wat ik me niet voor kan stellen dat het ooit gebeurt, alleen stel je het eens voor, die game waar ik het net over had, waar ik de titel echt letterlijk nog even van moet opzoeken, omdat het zo'n lange moeilijke titel is, Short Piece Ranko Tsuki Gimme Longest Day, is echt wel eventjes een dingetje wat je misschien eventjes wilt checken, mocht je in de gelegenheid zijn. Ik weet nog dat op die game, ik wou het hier eigenlijk niet over hebben, maar ik zit nu te denken, dat vond ik wel echt heel tof, dat gedeelte van Suda, zeg maar, is een gruwelijke anime, maar echt een gruwelijke, een soort van gemixt met soort van bijna Endless Runner levels, waarin combo's centraal staan en ook heel veel verschillende soorten gameplay. Nee, het was niet. Alleen het begin is een soort van Endless Runner. En het einde, er zit nog een soort van shoot-em-up shit in. Anyways, het is heel weird, maar wel echt de moeite van het kijken waard. Vooral als je die andere korte films van dat hele kunstproject, zeg maar, van die vijf. Vier films en een game. / filmachtig iets was het dus, geloof ik. Absoluut de moeite waard te checken. Vraag me niet hoe je het speelt. Ik heb het twee keer voorgelezen, moet je het mee doen. Maar ik denk, The Longest Day, Suda 51 op zoek. Dan kom je er al. Anyways, deze game dus van de Next Generation Suda. Ik dig hem fucking hard. En ik wil knijtergraag verder spelen. En ik ben ook blij, man. Want ik heb dit jaar is nu 6 dagen oud. En ik heb nog geen één keer een game zitten spelen. Waarvan ik denk van, nou, weet je. Oh, lekker. Weer aan de slag. Weet je, feestdagen zijn echt voorbij. En nu, ik was even aan het wachten op die ene game. Bam, die me in de mood zou gooien voor het nieuwe game. Ja. En het is gewoon Dark Dreams Don't Die. Daarom dus, jullie hebben hem allemaal gemist waarschijnlijk in september. En wie hem niet gemist heeft... Hou je mond. Geen spoilers in de comments. Wat jullie wel mogen doen is nog vragen sturen. Simon6@instagame.nl. Ik ga morgen weer al jullie vragen beantwoorden. En mocht daar een vraag tussen zitten. Simon, is het mogelijk om rechtstreeks aan bed te stappen en een vlog op te nemen? Dan is mijn antwoord ja. Dat is mogelijk. Dit is een PS. Dat kun je ook doen als je dingen opneemt. Een soort van opgenomen postscriptum. PS. Bij deze laat ik boven deze vlog zetten. Alle games zijn fucking vet. Alleen maar om jullie te nakken. Nope.